Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken ontkent dat niets wordt gedaan aan de bermen in het land. Er is wel degelijk een beleid op dat stuk, zei de bewindsman gisteren voor aanvang van de wekelijkse ministerraad aan journalisten. Noor Mohammed deelde meteen de plannen op kort termijn mee. Het project houdt drie dingen in. Eén is, het kanaal wordt gebaggerd en gewoon geprofileerd. De mensen die op de bermen zijn, die moeten weg van de bermen. Zodat de bermen weer beschikbaar zijn van de overheid. Die mensen die al hebben gebouwd, die worden gecompenseerd om weg te gaan. De mensen die nu bouwen, die worden gewoon massaal weggehaald. Daar is geen pardon voor. Zonder compensatie. Tweede is dat de sluizen waar jij het over hebt gemalen worden helemaal vernieuwd. Derde is, er komen verschillende meetstations in Paramaribo om het heel zaakje te monitoren. Vierde is, dat als er nog financiële ruimte is, er komt een trainingsprogramma voor OW zelf en voor deskundigen, zodat we weer getraind worden in die nieuwe tools. En een vijfde ding is, als er nog wat geld overblijft, dan kunnen we wat pilotprojecten in Paramaribo doen. Noor Mohammed zegt verder dat er investeringen zullen worden gedaan aan infrastructuur, daar waar het hardst nodig zijn. Deze projecten worden gefinancierd door de Wereldbank. De aanbestedingen van het ministerie moeten uiterlijk december aan de orde komen en de fysieke veranderingen zullen begin 2023 te zien zijn. Slechte passie, santi passie. Kijk, er komt een stuk verlichting. Morgen, je weet, ik ben gestart met een halve grader. Alle graders zijn kapot. Ook van Defensie, overal. Dat is het probleem. Waarom we niet iedereen kunnen helpen. Met een halve grader kan je niet het heel lang graderen. Je weet het, de districten Brokkepoort, de Paraklaag ook. Maar morgen, vrijdag hebben we een nieuwe grader. Het heeft een jaar geduurd. En zo ga ik langzaam weer investeren in nieuwe machines, nieuw materieel. Die we wel kunnen onderhouden. Dus wat ik niet ga doen, ik ga geen 10 meer kopen. Maar dat is de volgende regering. Als ik op een 10, als alles kapot is, zitten ze aan de Duitsbrug. We gaan 1, 2 kopen. En met eigen middelen onderhouden. Dus we hebben vrijdag hier. Die tweede is hersteld. Is eigenlijk ook dood, maar we hebben het toch leven kunnen maken. Er komt verlichting. U gaat zien dat langzaam we alle buurten, 2022, 2023, alle districten weer gaan kunnen helpen. De minister zegt dat er grasmaaimachines door de staat zullen worden gekocht om de bermen in alle districten op tijd te maaien. Hij stelt de gemeenschap gerust dat alle wegen weer in hun oude glorie terug zullen komen, zoals dat vroeger het geval was. Noor Mohammed zegt dat er wat zaken zijn die moeten worden opgelost voor wat betreft de financiering van de projecten.